Welkom bij de nieuwe aflevering van een vlog van NTRS.nl. Ik wilde het dit keer even over voogdij hebben, bewind en executele als je kleine kinderen hebt. Jonge kinderen die niet zelf zaken kunnen regelen op het moment dat jij zou komen te overlijden. Dan zijn er drie punten waarvan ik zeg, daar moet je eens aan denken als jonge ouder. Wat ga je regelen? Voogdij. Wie gaat de kinderen opvoeden als je er niet bent? Als je er niet meer bent, moet ik zeggen. Wie gaat het geld beheren voor de kinderen en tot welke leeftijd dan? En wie gaat de erfenis afwikkelen voor de kinderen? Nou, als ik even kijk naar de situatie, wie gaat de kinderen opvoeden als je er niet meer bent? Zolang er nog een ouder is met gezag, dan is het zo dat er niks aan de hand is. Dan is die ouder die dan de kinderen blijft opvoeden. Dus ook als jullie gescheiden zijn, co-ouderschap, dan zal altijd je ex-partner, de vader of moeder van je kinderen, dan de kinderen opvoeden tot hun 18e. Wil je dat zelf vastleggen wie er eventueel je kinderen opvoedt als je er niet meer bent en er geen ander is die de kinderen opvoedt, dus geen gezagsdrager meer, dan kun je dat vastleggen in een testament bij de notaris. Of je legt het vast door naar de website van de rechtspraak.nl te gaan en daar in het gezagsregister de gegevens te vermelden van de persoon die jij als voogd wil. Het voordeel van dat laatste is natuurlijk van ja, het kost niks, want je doet al het werk zelf. Nadeel is wel dat degene die jij wenst ook een BSN-nummer moet hebben, want anders kan die persoon niet aangemeld worden. En het is een openbaar register, dus iedereen kan nakijken door te zoeken op naam van jouw kinderen, wie jij hebt uitgekozen als gezagdrager, wie de kinderen gaat opvoeden. Leg je bij de notaris vast in een testament, dan is het in ieder geval geheim tot het moment dat jij overleden bent. Dan, wie gaat het geld beheren voor jouw kinderen als je er niet meer zelf bent? Nou, dat zou in principe de voogd zijn, maar dat hoeft niet altijd de beste keus te zijn. Een voogd moet vooral kunnen opvoeden, 24/7. En het beheer van het geld moet gedaan worden door iemand die ja, zich niet het hoofd op hol laat brengen door glanzende brochures voor een investering in een tiekplantage in de Sahara. Ik kan je vertellen, in de Sahara groeien weinig tiekbomen. Dus die investering is niet zo handig. Dus je moet iemand hebben die verstand van geld heeft en zich niet het hoofd op hol laat brengen. Daarnaast kan het zijn dat je zegt van ja, ik heb liever dat de voogd die opvoedt en de bewindvoerder twee verschillende personen zijn, zodat je het voordeel hebt dat als het jouw kind naar de voogd toe gaat om een brommer te vragen, dat dan de voogd kan zeggen, ja, ik ben het er misschien wel mee eens, maar je krijgt niet het geld, want ik beschik niet over jouw geld. Ga maar naar de bewindvoerder. Dan vervolgens gaat jouw kind naar de bewindvoerder en ondertussen belt de voogd de bewindvoerder met de boodschap, zeg maar nee, want ik vind het geen goed idee. Maar dan heb je tenminste als voogd geen ruzie met jouw kind. Dat is de bewindvoerder die dan die ruzie heeft. Een soort bliksemafleider. Een voordeel om een bewindvoerder aan te stellen, en of dat nou de voogd is of een ander, dat maakt niet uit, is dat je in ieder geval kunt zeggen dat dat bewind, het beheer van het geld, langer duurt dan de 18e verjaardag van jouw kind. Want in principe met 18 is jouw kind meerderjarig en zou jouw kind dus gewoon de pinpas en de pincode kunnen vragen om met jouw erfenis naar de Porsche dealer te gaan om daar een dure auto te kopen van jouw erfenis. Dat was misschien niet helemaal de bedoeling van jou wat er met jouw erfenis gebeurt. Je had liever dat je kind een goede studie volgt of een eigen baan of een eigen bedrijf begint of een huis koopt bijvoorbeeld. Nou, tot 23 jaar, je kunt het in ieder geval met 5 jaar verlengen, kun je dan regelen dat iemand anders het geld beheert. Het derde punt, de executeur. Wie gaat de erfenis afwikkelen als jouw kind nog minderjarig is, maar wel jouw erfgenaam is? Ja, als je niks vastlegt, dan wordt er naar de rechter gegaan. En de rechter zal dan ja, regels vaststellen, conform welke regels de bewindvoerder, die door de rechter wordt aangesteld, dan de zaken regelt. Dus dit is een andere bewindvoerder dan degene die het geld beheert. Dat is dan ja, de vereffenaar, zou je kunnen zeggen, van jouw erfenis. Maar dat gaat dan conform de regels die de rechter daarbij stelt. En dat kan vertragend werken. Je kunt ook een executeur aanwijzen. Dat doe je net als die bewindvoerder in een testament bij de notaris. En dat is dan degene die
namens de kinderen de erfenis gaat afwikkelen. Als je zegt van de kinderen zijn tot hun 23e nog niet echt capabel genoeg om zelf met mijn erfenis om te gaan, dan zou ik zeggen dat tot hun 23e in ieder geval die executeur de zaak, de erfenis afwikkelt. Zijn de kinderen boven de 23, dat dan de kinderen het zelf doen. Dat je dus de kinderen als reserve executeur benoemt voor het geval dat jou iets overkomt. Wil je hier meer over weten, kijk dan even op mijn website. Kijk eens op de site van de rechtbank, rechtspraak.nl. Op de site van onze beroepsorganisatie, notaris.nl. En mocht je vragen hierover hebben, wil je dingen vastleggen, neem contact op met je notaris. Dat kan ik zijn, dat kan natuurlijk ook een ander zijn. Dat is net wat je wil. Ik hoop dat deze informatie nuttig is geweest. En wil je meer weten, neem contact op. Schrijf je eventueel in voor mijn gratis nieuwsbrief. Dat kan via contact.ntrs@gmail.com. Dus contact.ntrs@gmail.com. Want dan geef je mij toestemming om jouw e-mailadres in mijn mailingslijst op te nemen. Bedankt en tot de volgende keer.